In dit avontuur ga ik samen met twee YouTubers naar een verlaten huis waar het schijnt te spoken. Er was een jongen in de tuin, die hoorden jullie net toch kletsen? Ja? Yeah? Maar die zei dus, papa, ze gaan naar het huis. Holy shit. Kijk dit huis. Oké, dit is echt doodeng. Of het spookt hier fucking echt, of diegene verstopt zich. Kijk wat er hangt. Oh mijn god. Mijn naam is Golden Zweep, a.k.a. Van Eltax. Ik ben 20 jaar oud en ik neem jullie mee in al mijn avonturen. What's up jongens en meiden, welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag hebben we echt iets super vets voor jullie, want achter ons, achter dit mais, is een heel groot bos. En midden in dat bos staat een huis. Er staat namelijk een enorm spookhuis vol spullen. Ja, en het schijnt dat dit ook best wel een beruchte plek is hier in dit dorpje. Want sowieso. Het is een klein dorpje. Ja, en wat we dus op allerlei forums lezen online, is dat het hier dus serieus ook nog eens spookt. Dit schijnt in deze omgeving echt het plek te zijn waar iedereen omheen rijdt. Er schijnen zelfs mensen hier niet in deze straat te durven rijden, omdat dit huis zo erg spookt. Er was een jongetje in de tuin, die hoorden jullie net toch kletsen. Ja? Maar die zei dus, papa, ze gaan naar het huis. Meen je niet? Ja. Dat was daar zo. We zien dus hier een bord met privaat eigendom, geen toegang en hieronder zelfs nog een lint van de politie. Dit was dus ooit afgesloten door de politie. Oké, let's go man. Wow, joh, hoe lang is deze oprijlaan man? Kijk eens even hoe lang deze oprijlaan is. Dit is echt absurd. Schrok me dood. Gas. Wat is dit? Dit is een neppe sloot. Is hij nep? Weet je zeker? Ja. Dit lijkt heel echt. Het is nep als plastic rubber. Gast. Gast. What the fuck, vriend. Ze hebben hier dus gewoon een neppe slang neergelegd. Dit heb ik al ooit eerder gehad. Ik was laatst bij zo'n verlaten huis. Die schapenkop. En daar hing inderdaad zo'n schapenkop en zo'n hele ribbenkast. En dat doen ze vaker bij verlaten locaties. Dat hangen ze dan als buurt op om mensen ze maar af te laten schrikken om hier niet in te laten komen. Wat is dit, dude? Maar dit is het weer hetzelfde. Dit is zo'n teken om hier dus niet in te gaan. Dit soort dingen legt ze neer van oké, kom hier niet in. Deze shit is bespookt. Hier zijn geesten. Ga hier niet in. Kind al weet, ze gaan naar het huis. Weet je wel, die denkt ook, die mag er ook niet komen. Die krijgt ook te horen van ja, het huis is gevaarlijk, mag je niet komen. Snap je, die zegt gelijk tegen zijn vader, ja, er komen, gaan mensen naar dat huis toe. Maar er is kans dat ze dan ook bellen voor de politie. Dus snel naar het huis gaan. Maar ja, de vraag is of de politie hierheen wil, man. Dat is wel waar. Fuck. Holy shit. Kijk dit huis. Oké, dit is echt doodeng. Ik ben wel heel blij dat we hier zijn terwijl het nog licht is. Want hier wil je echt niet zijn wanneer het donker is. Want het is nu oprecht al gewoon eng genoeg. Op het internet is de geschiedenis van dit verlaten huis lastig te vinden. Niemand weet dan ook wat er met de oude eigenaar is gebeurd. Wat is er? Denk ik andere urbex in. Kijk iemand. Tim keek zojuist binnen het raam en die ziet dus gewoon andere mensen in het huis. Persoon, was geen gordijn of zo. Ik zag een persoon voorbij komen. Ik denk niet dat. Ja, het kan toch, maar ik denk niet dat het gordijn was. Dat is wel echt. Echt gewoon. Oh nee. Wat is dit? Oh, dit is echt eng man. Dit is echt niet chill. Ja, die hoorde iemand lopen. Ja, maar je hoorde echt. Er loopt sowieso iemand. Gaan we gewoon naar binnen inderdaad? Ja, maar ik wil eerst weten wie het is, man. Want ik heb het niet chill. Nee, we gaan gewoon naar binnen. Want omdat het niet chill is, is het juist wel. Met z'n drieën. Bro, hier zitten mensen in. Boeien. Boeien. Er zit geen moordenaar in een verlaten huis ofzo. Oké. We gaan toch gewoon naar binnen toe. Hey, dit is Tim. Gas. Ja, wat is er? Dit is echt wel super creepy. Bro, dit is creepy as fuck. Oké, ik sta hier op dit moment in dit huis. Al het glas ligt hier op de grond. De banken zijn uit elkaar getrokken. Alles is helemaal kapot. Maar nog het meest enge is dat je weet dat hier iemand op dit moment rondloopt. Tim heeft net iemand gezien. Bro. Ja.
Wat zijn we hier aan het doen? Mijn hart gaat fucking uit de camera. Je hoort niemand verder lopen of zo. Nee, misschien is die persoon ook teringbang nu. Gast, op dit moment. Weet ik niet. Je weet toch niet wie dat is? Straks is de crimineel of zo. Oké, fuck. Je staat ook constant op glas wanneer je loopt. Dus kut is die gast, of wie hier ook is die Tim zag, die hoort ons nu wel bewegen, boys. Je ziet hier ook nog het behang aan de muur. Check hier. Vogeltjes, alles. Het is er helemaal van afgescheurd, alleen dit deeltje hangt er nog. Ik ga lekker achter Tim en Devin aan, zodat ik hier niet alleen loop. Kijk, hier is het plafond. Helemaal ingezakt. Ja. Hallo? Bonjour. Bonjour, monsieur. Nee, blijf hier. Voetstappen. Iemand is gewoon aan het verstoppen ofzo. Of het spookt hier fucking echt. Of diegene verstopt zich. Laten we even 10 seconden lang. Eens. Door de pakken planken. Weer. Door de planken weer bewegen. Oké, Devin, ga even kijken. Het kut is ook dat al die deuren van die kamers dicht zitten. Ja, die deur. Even checken. Gast, doe even die deur open. Hij kan achter die deuren zitten, toch? Is hij dicht? Oh my god. Fuck, ik word gek. Ik word echt serieus hier. Ja, ik ook, gast. We hebben geroepen alles. Ja. Waarom antwoord jij? Ja, what the fuck, inderdaad. Als je hier verstoppen zit en je bent bang voor ons, dan antwoord je toch? Ja. Devin is op dit moment een onderzoek uit, maar ik ga hem even met hem meelopen. Want als hij in zijn eentje daar wordt gepakt. Dit is de weg. Wat is er? Dit wordt hier ook. Wat waar moet? Dit. Oh mijn god. Wat blijft achter mij leven? Jezus. Oh mijn god, kijk wat er hangt. Gast! Ik hoorde iets daar. Ik zweer het je, vriend. Er is ook een bed, gast. In deze kamer schijnt er dus een bed te liggen waarop wordt geslapen. Ja, check. Gast. Het is zo eng. Wie de fuck durft hier te slapen, dude? Kijk wat hier hangt. Dit is echt zo'n spookstory. Oh, hier ligt een bed, hier heeft duidelijk iemand geslapen. Moet er niet in op rug worden. Oh mijn god. Koude zo. Wat is dat? Hoezo, wat ligt daar onder die matras? Oh mijn god. Kijk dat gordijn daar met die wind. Oké, we gaan nu naar de allerhoogste verdieping, want daar horen we de geluiden vandaan. Maar kijk wel uit, de vloer, alles hier. Oh mijn god, zo. Hé, maar pas ook op waar je loopt, hè, want kijk even naar deze trap. Mm-hmm. Dit is echt niet stevig. Wat zijn dit voor rare dingen hier? Bro, dit is ook niet goed, hè? Zo'n spiegel gebroken op de vloer. Weet je wat die shit betekent? Dat wil ik niet weten nu, man. Oké, dit is wel heel creepy, hoor. Hier een bed. What the fuck? Waarom staat het hier? Er ligt ook nog hooi in, hè, boys? Oh mijn god. Oh mijn fucking god. Nee, maar dat is de wind, boys. Dat is de wind. Dat is mooi, joh. Ja, maar gast. Weet je, oké. Maar ik wil. Laat je doen. Waarom ging die andere deur dan niet?
Waarom ging die andere deur dan niet? Waarom die precies voor ons neus? We hebben net daar die deur geopend en terwijl we hem openden, klapte die deur keihard voor ons terug. We zijn even heel hard geschrokken, maar ik wil, voordat ik hier weg ga, even die twee allerachterste kamers zien. Want dan weten we zeker dat hier niemand is. Al maakt het dat helemaal gekker, want we hebben iemand gezien. En gehoord. Maar, ja, kom, laten we gaan. Zo, man. Tim, loop met me mee. Ik vind het helemaal chill. Laten we gewoon gaan. Check hoe eng dit is, man. Er staat een schoolbord met merci bedankt. Er staat zo'n... Ik weet ook niet wat. Ja, ik ben nu aan het lachen, maar dat is helemaal niet leuk. Ik snap er helemaal niks meer van. We hebben elke kamer in dit huis nu gecheckt. Ik sta nog echt te trillen hier. Maar we hebben dus niemand gezien. Tim heeft duidelijk vanuit... Kom, ga! What the fuck, joh? What the fuck, gast? What the fuck, vriend? En na de deur die waarschijnlijk door de wind was dichtgeklapt, hoorden we ineens buiten een tractor het terrein oprijden. Dikka, komt hierheen, komt hierheen. Gast. Ze hebben auto gereden. Oké, wat doen we, boys? Nu even beslissen, wat doen we? Dus daar is een tractor, die komt vanuit die kant, er is nog iemand. Mijn schelden. Holy damn, mensen. Een tractor van de ene kant. Iemand in het huis die we gewoon nog steeds niet gezien hebben, maar die we duidelijk zagen en hoorden. Daarna nog gewoon iemand die voor de deur staat. What the fuck. We gaan heel snel naar de auto, we rijden hier weg. Oké, wauw. Wat was dit een lijp avontuur. Ik snap er nog steeds niks van. We hoorden geluiden. Er moesten mensen. We hoorden geluiden. Jij hebt iemand gezien. Ik zag iemand voor het raam. Hij liep, maar ik denk of hij is via de achterkant weggegaan of het was een spook. Want het was een spookhuis. Er stond onbekend. Ja, het is gestoord. In ieder geval, er zijn genoeg raadsels hier die wij niet hebben kunnen oplossen. Wat is jouw gedachte hierachter? Wat was die persoon? Laat het even weten hierachter in de reacties. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. En jullie moeten allemaal eventjes al die duimpjes omhoog doen op deze video. Ja, abonneer op Govert's kanaal. Deze boys hebben ook over dit avontuur hun video gemaakt. En daarnaast maken zij nog veel meer andere video's over nog veel ziekere avonturen dan dit. Dus check dat sowieso via de link in de beschrijving. Daar kun je naar hun kanaal gaan. En daarnaast kun je ook op mijn kanaal abonneren, want elke woensdag en elke zondag upload ik weer een nieuw avontuur zoals deze. Ik bedank jullie voor het kijken in deze video. Wij gaan zo snel mogelijk weg van deze plaats. Want hier willen wij niet langer zijn. Nee, man. En tot de volgende keer. Later.